Hallo, een hele goede morgen. Welkom bij deze aparte extra video waarbij ik in 5 minuten tijd mijn make-up ga aanbrengen. En dat doe ik eigenlijk elke ochtend, want ik vind het wel lekker om er toch nog een beetje fris uit te zien. Maar tegenwoordig heb ik natuurlijk niet veel tijd meer, want ik heb kinderen. Eentje die is al 8, hier zo, dat is Jola. En dan hebben we er nog eentje boven, die ligt te slapen, dat is Jax van 3 maanden. Dus ja, het is gewoon een beetje snel tussendoor make-up aanbrengen. Je kent het vast wel. En dan begin ik ook maar heel even met mijn haar een beetje opfrissen. Ik ben net wakker. Het is 7:15, jongens. Jax die was om 6:00 al wakker. Dus die heb ik meteen gevoed, gedoucht, teruggelegd in bed. Ik heb niet mijn haar gewassen. Dat doe ik niet elke dag. Dat doe ik meestal een beetje om de dag of zo. En de andere dagen, dan los ik het op met droog shampoo. Very nice. Volgens mij kan er geen vrouw meer zonder droog shampoo tegenwoordig. Bij jou niet echt nodig. Maar goed, je wil me graag meedoen. Zo gaat dat met kinderen. Die willen dan altijd meedoen en hetzelfde doen als hun ouders. Daarom maak ik me meestal ook niet echt op bij haar. Meestal doe ik dat gewoon in de badkamer of in de slaapkamer. Maar tegenwoordig staat ineens heel vaak mijn make-up weer beneden. En dan doe ik het beneden. Ik denk dat het komt omdat we sinds kort daar ook een spiegel hebben. Gewoon in de woonkamer. Dus dan is het wel zo handig. Hè? Zo. Goedemorgen. Verder kunnen jullie natuurlijk ook alles gewoon zien in dagelijkse vlogs. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet bent. Zou ik super cool vinden. Thanks. En dan gaan we nu naar de make-up. Oké, daar gaan we dan. De 5 minuten gaan nu in. Tart. Ik begin met een primer. Ja, ja. Ik hoop wel dat, het een beetje, dat ik een beetje snel ook de make-up kan laten zien. Ik kijk af en toe een beetje naar onder, want daar staat mijn spiegel. Dit is meer gewoon even voor onder je make-up. Zo, dat iets meer de oneffenheden weg zijn. Dan deze. Die is van Bobbi Brown. Er zit ook een superfactor in van 35. Dat biedt nog niet helemaal bescherming natuurlijk. Ja, dat is dat. Maar wel iets. Ja, nee schat, dat is niet echt voor puistjes. Die ga je er nog wel doorheen zien. Ja, het is eigenlijk gewoon een crèmetje met een tintje. Ik doe het wel met deze, want je kunt dit ook best goed gewoon lekker met je handen doen. Alleen dan gebruik je wel meer. Wenkbrauw gebruik ik een MAC. Ja, het is eigenlijk een soort, ja, een soort pennetje. En ik gebruik hem dan alleen echt om de boel een klein beetje op te vullen. Niet te veel, want dan ja, krijg ik echt van die getekende wenkbrauwen. Dat is niet mooi. En daarvoor gebruik ik dan deze brow shaper. Want mijn wenkbrauwen zijn best wel zo van, ze gaan alle kanten op. Dus dan blijft het met deze gel een beetje in positie. En ik vind het ook wel mooi als ze een beetje omhoog gekamd zijn of zo. Nou, dan kan ik gaan voor oogschaduw. Moi. Met heel erg veel pigment erin. Maar daar hoef je echt maar een heel klein beetje van te gebruiken. En doe ik alleen op de arcadeboog een klein beetje. Want ja, we hebben haast. Dus we hebben geen tijd om dat helemaal mooi te gaan blenden met verschillende kleuren en zo. Maar om toch een klein beetje die schaduweffect te hebben, doe ik dat zo. Nou, dan heb je toch een beetje extra. 3 minuten, oké. En dan heb ik hier een heel fijn oogpotloodje. En gewoon zwart. Ja. En die kan je dan gewoon heel klein beetje aanzetten. Ja, bij mijn ogen is dit het beste, omdat ik gewoon best wel kleine oogjes heb. Dus dan trek ik hem niet helemaal door. Kiko heb ik als mascara, maar dat is dan de eerste laag. Omdat ik hele lange wimpers heb, jongens. Dus het gaat gewoon helemaal tegen elkaar aanplakken als ik meteen met zo'n volume mascara aan de slag ga. En bij lange wimpers is zo'n rubberen borsteltje gewoon heel erg fijn om die haartjes een beetje uit elkaar te halen. Maar dan zit er nog niet zoveel volume in. Dus wat ik dan doe, is dan laat ik dit heel even opdrogen. En dan heb ik nog een 30 minuten, dus daar kom ik dan straks op terug. En dan nog even een kleine blusher erbij. Tada! Zo, even een beetje la la la. Shine. Blush, shine. En dan niet te vergeten, heel belangrijk nog, in de laatste paar seconden. Deze van Clinique, die is helemaal top. Kan ook niet veel bij misgaan. Jongens! Kom in beeld. Nou goed, hij is van Clinique. Hij is echt mijn favoriet. Want deze kleur is gewoon helemaal. Dat je net eventjes niet al die kraters ziet die in mijn lippen zitten. Omdat ik verslaafd ben aan
lippulletje. Maar mama, je weet toch dat als je dit gaat doen... Stop, stop, ik ben klaar. Stop. Bam! Sorry joh, dat ik even door je heen praatte, maar ik moet wel laten zien dat dit me gelukt is. Oké, dus dit is de 5 minuten look. Look at the sexy girl. Maar het hoort beter. Ik heb dus wel deze make-up in 5 minuten aangebracht. Maar eigenlijk doe ik dan normaal nog even als die wimpers een beetje zijn opgedroogd. Van het eerste laagje doe ik er nog een laagje overheen. De etosa. Hé joh, wat doe jij nou? Ik wou weten wat het was. Oh, dat is een spuitje gewoon. Oh. Dit is volume mousse. Net zoals volume mascara. Ik heb altijd alles volume nodig. Want het is gewoon allemaal niet veel volume van mezelf. Het ruikt niet zo lekker. Zo ga ik over straat, mama. Ik ben een blopje op mijn hoofd. Een blopje op jou. I wanna be, I wanna be the one. I wanna rock it till the night ends. En dan, wanneer je look klaar is, dan doe je nog heel even zo. Dat lukt ook nog wel in die 5 minuten. Ah. Oh. Want moeders, die moeten natuurlijk wel zorgen dat die make-up ook lang blijft zitten. Ze hebben geen tijd om het bij te leggen. Good girl. 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 Good girl.